Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer eens eventjes zitten op het vlak werk en financiën. Wat kunnen we verwachten, wat zijn de vooruitzichten en wat krijgen we door? Ik heb weer wat kaartendeks klaargelegd en we gaan eens even kijken wat ik op tafel ga krijgen voor jullie. Binnen een maand, oké. Dus binnen nu en een maand begint een traject of een fase richting de herfstperiode. Dus we gaan eens even kijken wat ik daar nog aan toe kan voegen. Ik pak even nog hier een dekkaartje uit. Vrede hebben we. Maar het ei zit nog dicht, dus het heeft nog even wat tijd nodig voordat dat geopend kan worden. Het zijn wat kleinere kaartjes, af en toe wat lastig om te shuffelen. En we hebben de Butterfly Garden. Nou... De synchroniciteit wat er nu mee gaat spelen is beduidend aanwezig. We hebben onderkant dek Oh Sunny Day. Dus je bent beschermd, je wordt gedragen door het universum. Je energie wat jou kan raken is ook in een afwijkende energiestroom gekomen. Dat niet meer zo 1, 2, 3 jou zal bereiken. Nu zal het altijd kunnen natuurlijk dat er op financieel vlak of werkvlak toch... iets gebeurt wat niet prettig is, maar weet wel dat als je niet beschermd zou zijn, het nog erger zou zijn geweest. En ja, dat is waar je dus nu zicht op gaat krijgen. Maar we gaan eens even kijken, wat mag ik er nog aan toevoegen? Werk en financiën. Wat dus binnen nou en een maand in zicht kan komen, wat de uitloop heeft tot de herfstperiode. Koning van bekers. Magier. Nou, prachtig. Onderkant dek, ik moet zeggen, onderkant dek even meepakken. Oké, doen we dat. En deze kwam er al uit. Onderkant dek hebben we dus de 6 van zwaarden en de 10 van zwaarden stak er ook al uit. We krijgen de 9 van zwaarden erbij. Oké, deze neem ik even zo mee. Blijf echt het vertrouwen hebben dat het mooiere goed naar je toe kan komen. Weet ook dat je het waard bent om iets te ontvangen vanuit welke vorm dan ook. Blijf je manifestaties uitspreken, je affirmaties en de kracht die je daar... aan toe kunt voegen is het volledige vertrouwen. Voor sommigen kan het dus echt zijn dat je gaat verhuizen voor je werk of je werkplek gaat verhuisd worden. Dat komt dat er een hele grote verschuiving plaats gaat vinden. Je bent in een stroming waarbij je dus naar die vernieuwing aan het groeien bent en dat het oude jasje jou niet echt meer past. En dat oude jasje heeft er vooral mee te maken met jouw eigen ontwikkeling en groei. Wat ik hier heel duidelijk naar voren zie komen, ik leg het eens even zo neer, is dat voor sommigen het zelfs kan zijn dat er misschien een faillissement aan zit te komen. Of dat je te maken hebt met iemand, of dat je werk, ja hoe kan ik zeggen, dat je te maken hebt met iemand die in een faillissement zit, waar je nog geld van zou moeten krijgen als bedrijf zijnde of zo. Maar wat ik hier voel... is dat het wel gewoon positief uit zal kunnen gaan pakken voor jullie. Dat er toch nog een tegemoetkoming zal zijn in bepaalde financiën. Maar het kan jou wel wakker houden in wat er komen gaat. En dit kan dus in een tijdsbestek zijn van ja, toch wel een aantal maanden. Wat een half jaar ongeveer wat hier ligt. Hè? Maar dit loopt wel synchroon met jouw eigen ik. En het is nu nodig voor jou om dit dan te voelen en ervaren. Om weer je eigen creativiteit aan te prikken. Om je liefde in jezelf weer te activeren en je balans terug te vinden. En
zoals ik vaker al zeg, hè, dat zullen altijd elementen zijn in het aardse stukje dat we getriggerd worden of dat we weer lessen op ons pad krijgen, puur om weer even dicht naar de kern te gaan. We hebben hier veel zware element, luchtenergie, hè, dus er zijn toch wel wat aspecten, het stukje hoofd, de hogere chakras spelen daar een onderdeel mee, het derde oog en de kruinchakra. Pas op dat dit niet gaat blokkeren door hetgeen wat er op dit moment speelt, maar dat je wel in je energiestroom blijft wat voor jou bestemd is. Voor sommigen kan het zijn dat het even fijn is om er tussenuit te gaan, om het allemaal te evalueren. Het kan voor sommigen ook zijn, mocht je in een nieuw tijdsbestek komen qua werk, dat jij nieuwe mensen leert kennen waar uiteindelijk heb je zoiets van, oh, ik zit er tegenaan te hikken en ik vond het ook best wel lastig om na een lange tijd misschien bij je werk weg te gaan en naar die vernieuwing te gaan. Maar dat je dan merkt van, oh, ik heb veel meer overeenstemmingen, ik zit hier lekkerder in mijn vel, ik word begrepen, ik hoef minder energie in stukken te stoppen als wat ik eerst zou moeten doen. En ik voel me meer gewaardeerd. En dat komt omdat jij in een andere stroming bent gestapt, waarbij waarheid nodig is. Maar je hebt ook heel veel moed tot je genomen. Die innerlijke kracht heb jij geactiveerd om ook iets niet meer... hoe kan ik dat het beste zeggen? Ik krijg heel veel dingen... Het lijkt wel net of dat je zo'n kippenhok zit. Alles door elkaar krijg ik even door. Dus ik probeer het even een beetje te filteren, dat ik het juiste eruit kan pakken wat voor jullie bestemd is. Omdat er zoveel mensen altijd kijken, krijg ik meerdere boodschappen door. En als ik op elk stukje in zou gaan, dan heb ik video's van uren en uren. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus heb je zoiets van, oké, nou ja, het sluit niet helemaal bij mij aan, maar ik heb wel een vraag over een persoonlijk stuk. Kun je ook altijd natuurlijk kijken of een persoonlijke reading iets voor jou is. Maar wat ik hier zie is wel dat het te maken heeft met die leiderschap in jouzelf, jouw intuïtieve ontwikkeling, jouw spirituele groei wat je daarin doormaakt. Hè? Want al komt deze als eerste eruit en deze komt er als dwars liggen bovenop, houdt in van oké, bam. Jouw intuïtie maakt kort met jouw hoofd. Jouw gedachten laat jij niet meer de weg leiden, maar jouw gevoel laat je de weg leiden. En vanuit daar zul je ook merken van oké, je komt krachtiger in je energie te staan, je weet wat je wil, er gaat een einde ook komen aan de situatie, wat ik al zei, hè? Dus het kan zijn dat of je gaat verhuizen voor je werk, of in verband met financiële voordelen of negatieve elementen kun je misschien gaan verhuizen. Maar het voelt wel eigenlijk als juist een verlichting of zo. En dat heeft ermee te maken dat jij iets af mag gaan sluiten om jouw herstelproces, jouw heling verder te voltooien. Waarbij je misschien in het begin nog wel moeite had om in balans te komen. Waarbij jij het geduld niet meer op kon brengen. Dat het lastig was. Dat je zoiets had van, er gaat gewoon geen verandering meer plaatsvinden. Dat je zoiets had van, ik zie het allemaal niet meer zitten. Maar ik zie hier meerdere vlinders al naar voren komen. Wat toch aangeeft dat je wel in de pas loopt van het leven wat voor jou bestemd is. Nou, kijk eens. Want de plek waar je op dit moment misschien actief bent, is wel een plek waarbij als jij daar lang aan vast zou houden, dat je misschien zelfs in een burn-out zou kunnen komen. En wat ik hier dus zie, en vooral ook omdat wij straks de 3 van bekers erbij hadden liggen, zie ik het toch echt wel als een voordeel als jij naar een nieuwe job zou gaan. Of een voordeel als je zou gaan verhuizen. De energie zal fijner zijn, stabieler zijn. En je zult de kennis die je op hebt gedaan mee kunnen nemen naar deze vernieuwing. En dan kun je ook makkelijker gaan. Voel je je vrijer in je bewegingselement. Hè? Hoeft niet altijd in jouw fysieke beweging te zijn. Maar dat kan ook jouw spirituele energie zijn. Hè? Die dan verder gaat stromen. Die kundalini energie waar ik het al vaker over heb gehad. En je hoeft niet meer angstig te zijn dat een cyclus gaat herhalen. Kijk, ik snap als jij van baan zou verwisselen of wat dan ook,
dat brengt best wel het een en ander met zich mee. En vooral als je al lang op een plek zit, of als dat jou een bepaalde stabiliteit geeft. En het kan voor sommigen ook zijn dat je misschien al een hele tijd aan het overwegen bent om wellicht voor jezelf te gaan starten. Of dat jij een hobby wat je hebt verder uit gaat bouwen, dat meer een tweede inkomen kan gaan genereren of wat dan ook. Maar de mogelijkheden die hier liggen zijn eigenlijk alleen maar positief. Maar ik zal eens even de Lightseers erbij pakken. En dan gaan we nog wat kaarten erbij leggen. Oké, we pakken er gewoon nog even een verhaallijntje bij. Kijk, 10 van zwaarden. Daar beginnen we nu mee. Die lag hier op het eind van het rijtje. Hier kijkt het echt best wel als een intense kaart. Hè, met al die zwaarden in het rug van die persoon. En hier heb je eigenlijk alleen maar de kraaien boven het hoofd. Maar de vrijheid over die nieuwe horizon heb je al gewonnen. Dus als jij in gaat zien dat sommige zwaartes nodig zijn in het leven om jou weer verder te kunnen laten groeien. Dan zul je ook merken dat jij daar niet aan vast hoeft te houden. Dat je er los van kunt breken. En vanuit daar dat jij ook die stroming vooruit kunt maken. Dus we gaan eens even kijken wat we bij de magier krijgen. De 6 van de zwaarden. Prachtig, hè? Bevestiging van, je hebt zelf ergens een manifestatie uitgesproken voor een verandering, voor een nieuwe stroming. En dit wordt nu echt door het goddelijke in werking gezet. En dit kan af en toe niet helemaal zonder slag of stoot gaan, maar jij doet het wel voor jezelf. Of voor je gezin ook nog eens natuurlijk. Maar ik zie wel hier alleen maar de pluspunten van die intensiteit die jij neerzet. Stabiele energie, de 7 van staven komt erbij. Een energie waarbij jij je eigen goed af hebt geschermd, goed in je center zit, je uitgebalanceerd hebt, die auraveld hebt beschermd, hè, waar ik het pas ook over had met je aura, die aura lek en noem maar op. Dat zie ik hier, dus dat je dat al aan hebt gepakt en dat dus in die komende periode, die komende maanden dat eraan gaat komen, je veel stabiliteit terug gaat krijgen. Maar dat komt ook op het moment als jij gaat verplaatsen, of dat er nou voor werk is, woning, misschien op andere mogelijkheden. Dit zorgt ervoor dat jij wel op de plek gaat komen waar jij hoort te zitten. Wat dicht bij jouw eigen trillingsenergie hoort. Waarbij jij dus niet veel moeite hoeft te doen om stappen te doorlopen. En dat komt omdat jij in bent gaan zien welke stroming jij door mag maken. Welke intensiteit er voor jou bedoeld is. Dat bepaalde illusies losgekoppeld kunnen worden. En alles vanuit eigenlijk die intuïtiviteit dat je hebt. Hè? Van oké, ik heb inderdaad patronen gehad. Ik heb lessen gehad, maar ik bleef die les niet leren. En elke keer kwam het weer op mijn pad. En elke keer sprak ik het maar weer goed. En probeerde ik het maar in een ander jasje te stoppen. Maar nu heb ik het inderdaad ingezien. Nu snap ik het. Nu ervaar ik het. En nu kan ik er iets mee gaan doen. Kijk eens. En dan sta je in je kracht. Ik zeg kracht onder context uit de krachtkaart en de 7 van munten. Jij gaat in die passievolle energie zitten. Jij weet wat je wil. Je krijgt die power terug. Jij neemt die leiding weer over het leven. En dit, wat ik al zei, dit kan voor anderen echt wel betekenen dat je helemaal gaat switchen van baan of locatie. Of misschien helemaal Dat je misschien eerst eens in de supermarkt werkt en dat je dan in één keer in de verzorging gaat werken. Zo echt, er is een hele grote carrière switch wat hier gaat komen. Maar omdat jij nu dicht bij jezelf blijft en het ook in kunt voelen wat het voor jou betekent, zul je ook merken dat dat intuïtief veel verder gaat ontwikkelen. Voor sommigen kan het zijn dat jij voor jezelf gaat beginnen en dat je ook met energetisch werk gaat werken. Of je energetische energie gaat werken. Denk dan ook misschien aan kaarten leggen of healing geven of invoelen, magnetiseren en dat soort elementen. Kijk eens. Het is het pad van ware geluk. Al kan het moment wanneer dit allemaal in stand gezet wordt misschien in het begin wat schokkend zijn, waardoor je even zoiets hebt van, wow, waar overkomt mij nu? Maar je wordt wakker geschud. Je krijgt er vrijheid voor terug. Je krijgt de verandering voor terug, al voelt het als chaos.
Maar het gaat alleen maar beloond worden. Kijk eens. Overvloed, uitbundigheid, het geluksmoment gaat gecreëerd worden. 10 van bekers in combinatie met de 9 van bekers. Dus als jij vast blijft houden aan oude elementen of ja, hoe kan ik het zeggen, wat we hier met die 10 van zwaarden hadden. Als jij op die rotonde zit en je neemt geen afslag, maar je blijft maar rondjes lopen en je leert je les niet. Ja, dan kun je heel lang rondjes blijven lopen. Dan zul je er ook niet op dit punt gaan komen. Want dan zul jij nooit weten wat het ware geluk is of hoe dat ervaren kan worden. Dat kan pas als jij dichter naar je eigen energieveld gaat komen. En dat bedoel ik dan mee dat jij dus echt vanuit het innerlijke gevoel kunt gaan balanceren. En in kan gaan voelen wat het voor jou bestemd is. En als laatste krijgen we de dood en wedergeboortekaart. Prachtige energie. Jij gaat dus uit die energie stappen waarbij je vast zat. Jij ziet nu de illusie in die jij tot stand hebt gehouden. Je ziet in welke ballast het met zich mee heeft gebracht de afgelopen periode. En de komende 6 maanden zullen alleen maar meer uitbundigheid met zich meebrengen. Weer de aas van staven krijgen we hier. Die derde oogchakra, jouw kruinchakra, die gaat alleen maar verder groeien, activeren. En dat innerlijke vlammetje gaat jou niet opbranden in de zin van een burn-out. Nee, het leeft jou juist op. Het zorgt ervoor dat de kennis die jij op hebt gedaan door ervaringen, door die burn-out misschien wellicht die je hebt gehad, wat je niet meer wil en hoe je het weer vorm zou willen geven. En al ziet dat stukje er vormgeven nog niet helemaal in de detail in zicht, het gaat wel gebeuren. De cirkel wordt voltooid. Je gaat die vernieuwing in. Jij mag weer ontvangen. Je mag een nieuwe kracht neerzetten. En vanuit daar kun jij eigenlijk alle kanten weer op. Dus het is een hele mooie, krachtige energie wat hier op werk en financieel vlak naar voren is gekomen. Maar zoals je ziet, de readingen lopen wel voort een beetje in elkaar over in de zin van dat eigenlijk alles start met jouw spirituele groei, jouw transformatie. En aan de hand daarvan krijg je dus handreikingen. Want dit is natuurlijk ook een transformerende energie, hè, wat hier ligt. We hebben hier 23 maakt 5. 5 staat natuurlijk ook wel voor ongebondenheid, avontuur en nieuwsgierigheid. Maar ook wel voor succes en voorspoed. Dus het heeft wel allemaal weer in dat je de bevestiging krijgt van oké, je gaat beloond worden. Je bent aan het werk met jezelf. Jij bent aan het herstellen, aan het helen. En vanuit daar krijg je weer nieuwe kansen. Wordt die creativiteit weer aangewakkerd? Word je weer nieuwsgierig voor hetgeen van wat het leven jou te brengen heeft? Dus dat is heel erg mooi. Als laatste pak ik voor jullie nog een affirmatiekaartje. Kijk eens, ik maak van mijn eigen geluk een prioriteit. De rest volgt vanzelf. Nou, je eigen geluk. Je kiest voor jezelf, je gaat naar die vernieuwing. Jij leeft weer helemaal op, je bloeit weer helemaal op. Jij kunt het leven weer omarmen. En of dat het nou op financieel vlak is of het werkstukje, dat zal voor iedereen anders zijn. Maar dit is waar je weer een mooie screenshot van zou kunnen maken. Schrijf het op een post-it, plak het lekker op je nachtkastje, op je spiegel, op je keukenkastje. En lees dit elke keer op als je het ziet. Hardop, dan zet je nog meer kracht bij. En dan kun jij hele mooie doelen gaan behalen. Lieve, lieve, lieve ziel. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken naar deze video. En dan wens ik jullie nog een mooie dag toe. En tot de volgende keer. Doei doei!